We zijn vandaag bij Taxi 600, taxibedrijf uit Wijk aan Zee. Een heel oud taxibedrijf. We bestaan 100 jaar. Dat is natuurlijk een prachtige periode. André, hoe is het bedrijf ontstaan? Het bedrijf is ontstaan, ja. Mijn opa is ermee begonnen. In 1921? Ja, 21, 23 is hij begonnen. Toen waren er nog niet zoveel taxis. Met wat voor materiaal is hij dan begonnen? We begonnen met de paardentram. Of met paardenwagen. En later is de T-Fort er gekomen. En hij begon dus met een paardenwagen. Maar wat waren dan de klanten die die paardenwagen nodig hadden? Wat waren dat voor mensen? De meeste waren badgasten die hier in Wijk aan Zee op de camping zaten. En die woonden dan in Amsterdam of hier in de buurt. En die wou naar Wijk aan Zee toe. Naar de badplaats. En had hij dan een soort van dienstregeling of zo? Of hoe kwam je op die paardenwagen? Ja, werd gebeld toen de tijd. Dus ja. Gebeld, gewoon met de telefoon? Nou, of ze kwamen langs, want hij had natuurlijk zijn garage in Wijk aan Zee in het centrum. Waar hij ook de fietsbusiness had. En dan werd het daar besteld van, kun je hem ophalen. Dus het waren voornamelijk badgasten. En als je nou kijkt naar het huidige klantenprofiel, dan is dat waarschijnlijk wel behoorlijk veranderd. Ja, dat is zeker. Het is ziekenhuis, particulier, Schiphol, bedrijven, ja, alles is erbij gekomen. En wat is de omvang van je bedrijf op dit moment? Twee auto's, of een bus en een auto. En de derde is op komst. Elektrisch. Jullie zijn dan een relatief kleine onderneming, maar kun je dan ook 24/7 dienst verlenen? Alleen Schiphol. Dat doe je het klopje rond? Ja, anders wordt het te gek. En wat zijn de normale tijden waarop jullie dan je diensten verlenen? Wij beginnen door de week om 8 uur tot 1 uur 's avonds. En dan vrijdag het weekend is van 8 tot 3. En zaterdag van 12 tot 3:30. En zondag ook van 12 tot 1 uur. Sandra Overstad, je bent medevennoot van het taxibedrijf. Wat is jouw rol hier? Mijn rol is het rijden van een taxi. Samen met mijn twee medevennoten. Dus jij hebt klantcontact? Ik heb klantcontact, ja, heel erg. Je hoort natuurlijk heel erg veel over taxichauffeurs en over klanten. En met name natuurlijk ook de zaken die wel eens uit de hand lopen. Heb je die ervaring ook? Nooit. Nooit. Ik heb het alleen maar gezellig en leuk. En als je iets leuk vindt, dan is het eigenlijk gewoon een roeping. Als mensen een taxiritje nodig hebben, hoe kunnen ze jullie het beste bereiken? Ze kunnen ons bereiken, nou ja, uiteraard via de telefoon en dan via onze website www.taxi600.nl. We zijn actief op Facebook, ze kunnen ons appen. Dus er zijn een aantal mogelijkheden om een taxi te bestellen. Waarom moeten mensen eigenlijk Taxi 600 bellen als ze een ritje in de buurt nodig hebben? Omdat wij altijd op tijd, nou, bijna altijd op tijd komen. En wij bellen van tevoren als we of iets later zijn of er is iets tussen gekomen. Of ze kunnen op ons vertrouwen. Het bedrijf is dus nu de derde generatie. Ja, en hoe gaat dit bedrijf zich verder ontplooien? Is er ook een vierde generatie? Nee. Niet in ieder geval mijn zoons, die gaan dat niet doen. Die hebben allebei werk en de ene werkt voor zijn eigen. Dus ja, nee. Het slokt ook wel een hele hoop vrije tijd op. Hoe zie je dan de toekomst voor het bedrijf? Nou, wat gaat er in de nabije toekomst gebeuren? Voorzie je nog meer groei? Misschien nog een ietsje, ja. Hoofdzakelijk dan misschien het Schiphol gebeuren en bedrijven. En ja, met zometeen die bus erbij en ook groepjes wegbrengen naar evenementen. 100 jaar is natuurlijk een hele mooie mijlpaal. Wordt dat nog gevierd en gaan klanten daar nog wat van merken? ik denk het niet, nee. Je weet ook, als je bedrijf 100 jaar bestaat en je hebt altijd een heel net bedrijf geleid, dan kun je ook in aanmerking komen voor een koninklijk predicaat. Ja, mijn collega is er aan het informeren. Nou, dat zou natuurlijk wel heel leuk zijn om het bordje aan de deur te hebben.
Ja, en een kroontje op de auto. En een kroontje op de auto, ja. Hofleverancier, ja. Taxi 600. Ja. Ja. Ik wens je nog heel veel veilige kilometers met je klanten.